Recent nog is er iets gebeurd bij een RGD-kliniek, waarbij een kindje is komen te overlijden nadat ze zijn gevaccineerd. Zo wordt het gebracht. En dan zien we een ontwikkeling, en ik ben erg bezorgd daartoe. Zien we een ontwikkeling, ik zie de pers hier ook aanwezig, maar je mag het meenemen. Dan zien we een ontwikkeling dat we geen hoor en wederhoor toepassen, maar dat we als pers, als journalisten, zaken de wereld inspuiten alsof er al onderzoek is geweest en alsof de oorzaak van het overlijden van het kindje al is vastgesteld. Zonder hoor en wederhoor. Maar we moeten voorzichtig zijn met deze informatie. We moeten voorzichtig zijn en heel strikt te werk gaan als het gaat om het vaststellen van de oorzaak van het overlijden van een baby. Hij vindt ook dat je eigenlijk voorbarig was met een conclusie dat de dood is opgetreden als gevolg van vaccinatie. Nou, ik heb nergens een conclusie getrokken. De berichten staan er nog steeds. En ook dat interview met die moeder staat er. De moeder heeft zelf verteld in haar eigen bewoordingen wat ze heeft meegemaakt. Ik kende die vrouw eerder niet. Ik ben benaderd via iemand die in contact stond met die familie. En die mevrouw heeft me gevraagd als ik een interview wens af te nemen van een mevrouw wiens baby is komen te overlijden op 26 op 27 maart. Dus zo is het aan toegegaan. Dus ik heb gedaan wat mijn plicht is als journalist om die mevrouw aan te horen en die informatie te delen met brede delen van die samenleving. Het is jammer, maar gelukkig, onze instellingen slapen niet. We hebben ook onze instellingen gevraagd om na te gaan voor ons. Wat is fout? Wat is niet goed? Was er iets mis met het vaccin? Was er iets mis bij die handeling? En gelukkig is er gisteren een verklaring gekomen dat uit het onderzoek gebleken is dat er met elk geval het vaccin niets aan de hand was. Ik weet niet wat ik moet zeggen van het onderzoek hoor. En dat het onderzoek is gekomen nadat dat kindje is begraven zonder dat er autopsie op het lichaam is geweest. De minister zegt er is geen verband. Ik zou graag willen weten waaruit blijkt dat er geen verband is. Er is geen verband gelegd tussen de dood van het meisje of dat kindje en het vaccin. Laat Volksgezondheid dat tonen dat het daadwerkelijk zo is. Hoe zou de samenleving moeten weten of geloven dat het daadwerkelijk zo is? Hoe komen ze tot die conclusie? Ja, waaruit blijkt dat? Mensen geloven het niet. Het zou geloofwaardig overkomen als ze het hadden gedaan voordat dat kindje was begraven. Want die moeder heeft te horen gekregen van als ze onderzoek wenst, dus nog voordat dat kindje ten graven was gedragen, dat als ze onderzoek wenst, dat ze zelf voor de kosten zou moeten betalen. Dus ik denk dat ze die moeder eigenlijk een soort van monddood hebben proberen te maken, zodat ze dan niets meer zegt over dat geval. Maar toen heeft de moeder zich gewend tot de media. Is de baby ook onderzocht? Ik zou dat niet weten. Wat betreft het onderzoek van het kindje, ik heb het onderzoek niet gevolgd. Ik heb de autoriteiten erop losgelaten. Het moet ook losstaan van de autoriteit. Dus een beetje onafhankelijk. En op dit moment kan ik u zeggen dat in ieder geval kan ik wel met zekerheid stellen dat uit die rapportages komen dat er niets mis is met het vaccin. En dat in ieder geval het toedienen ook conform protocol is geschied. Hoe gaat het met die mevrouw ondertussen? Nou, die moeder, ik denk, die moeder is een beetje, hoe zal ik het zeggen, ze is nog steeds een beetje ontstemd, want ze is niet gehoord door geen enkele autoriteiten. Ik heb een persbericht gezien, een persbericht uitgegeven door CDS, waarin is aangegeven dat die moeder is gehoord. Ik heb er toen gevraagd, zegt mevrouw, Desma Fulanti Konayu Atak, nee. Ze heeft toen een sms-berichtje voor me gestuurd van ene mevrouw Jeffrey van RGD, Pol. Ik neem aan dat het de voorlichter is. En die mevrouw had er gevraagd als ze op kantoor wenst te komen. En toen heeft ze aangegeven van ze kijkt wanneer ze kan. En daarna heeft ze niets meer vernomen. Dus die mevrouw vindt het ook een kwalijke zaak dat in het persbericht is opgebracht dat ze is gehoord. Maar niemand van het ministerie of niemand van de overheid heeft mevrouw Panza gesproken. We moeten weten dat er systemen zijn. Het ministerie komt uit met een persbericht. Het persbericht gaat erop gericht worden om de burgerij te informeren welke wettelijke regelingen, procedures er bestaan waar jij als burger terecht kunt als je vindt dat door het handelen van iemand die jij schade hebt ondervonden of onheus bejegend bent of niet goed behandeld bent, etc. Er zijn mogelijkheden, ik kan ze hier in het kort opnoemen. We hebben bijvoorbeeld bij elke instelling nu bijna, bij alle instellingen, een klachtencommissie. Die klachtencommissie moet gerapporteerd worden. Los daarvan is elke directie van de instelling direct aansprakelijk voor alles wat er gebeurt binnen de organisatie. Dus u mag ook
de directie van de instelling aanspreken. Als dat niet voldoende is, mag u altijd naar de directeur van Volksgezondheid stappen. Want die is kwaliteiten qua de geneeskundige inspecteur over het hele land. Dus u, mag ook de, u moet ook de directeur van Volksgezondheid op de hoogte stellen dat er iets is gebeurd. Los daarvan bestaat er ook nog een tuchtcollege. Waarbij het tuchtcollege staat los van het ministerie. Die is bij de rechterlijke macht en het is een autoriteit die ervoor moet zorgen dat alle zaken die te maken hebben met medisch handelen onderzocht kunnen worden, natuurlijk na ingekomen klacht met beschikbare dossiers. Los daarvan, als u vindt dat iemand u heeft gepoogd niet te behandelen, maar een maltreatment, dus moest het niet goed behandeld hebben, mag u altijd een aangifte doen of een advocaat in de hand nemen om u juridisch te begeleiden. Wat we merken in deze kwestie, want ik ben behoorlijk teleurgesteld in de aanpak van zeker één journalist, die hoe deze zaak heeft aangepakt, die is op social media gekomen met berichtgeving en er wordt gevoeglijk van uitgegaan dat alles wat op social media geplaatst wordt, ook inderdaad door het ministerie van Volksgezondheid gezien wordt als een rapportage of een klacht. Ik vind ze ergernis onterecht, want als de minister zegt van ja, mensen moeten niet denken dat de minister op social media zit en naar dingen zit te kijken, maar het is wel frappant genoeg. Dat ik heb, denk 3 dagen geleden de dag waarop dat kindje is begraven, denk woensdag, heb ik de minister een berichtje gestuurd, een appje gestuurd van bent u op de hoogte dat zulks zich heeft voorgedaan. En die 2 vragen die ik aan de minister heb gesteld, en die minister heeft toen terug beantwoord met goedemorgen, dus dat was het. Dus toen heb ik die 2 vragen op Facebook geplaatst en binnen 1 minuut heb de minister terug van ja, waarom ik die vragen op Facebook heb gezet. Dus als de minister zegt van ja, mensen moeten niet denken dat hij op social media zit om dingen te zien of dingen te kunnen. Maar dan ziet hij dat de minister, hoe zal ik het zeggen? Ik zal niet zeggen dat de minister jok, maar hij spreekt bezijdens de waarheid. Want als hij binnen 1 minuut die vragen heeft gehad van iemand op social media, neem ik aan dat het ingrijpend verhaal van deze moeder over de dochter ook de minister heeft bereikt. En als journalist dient men dat te weten, de media dient dat te weten. Dat mocht iemand zich wenden tot een medium wat op zich fijn is, dan dient u ook het proces in gang te zetten te helpen begeleiden van kijk, doe een rapportage naar het ministerie, doe een rapportage naar het tuchtcollege. Dan kunnen we die zaak oppakken. Ik vind dat je die dame had moeten uitleggen waar ze terecht kon met haar klachten. Ik moet bijna lachen. Ik denk niet dat het de taak is van de media of van een journalist om mensen te begeleiden of wegwijs te maken. Dat geeft aan dat het ministerie van Volksgezondheid niet adequate voorlichting brengt naar mensen die op zoek zijn naar die informatie over instanties die vallen onder het ministerie van Volksgezondheid. Dus dat geeft het aan. Het geeft aan dat er heel veel mis is binnen het ministerie van Volksgezondheid. Dat heeft de minister zelf niet door dat hij met zijn antwoord dat eigenlijk aangeeft. Het is precies als het voorbeeld en dit moet u wel echt publiceren, want dit wil ik noemen. Wanneer u thuis zit en uw stroom valt uit en er is dus een storing, gaat u niet uw telefoon pakken op Facebook en plaatsen EBS, kunt u mijn klacht zien. Hier, u moet mijn storing kunnen opheffen. U pakt uw telefoon en u belt de storingsdienst en u komt dan langs om te kijken. Precies zoals er iets is gebeurd, is het ministerie van Volksgezondheid niet 24 uur all over social media. We hebben daartoe die autoriteit niet en we kunnen dat ook niet van uitgaan. Dus een journalist, met welke intentie dan ook, men moet ook mensen begeleiden. Ik heb de bewuste journalist aangegeven, we gaan een onderzoek doen. Maar het moet wel netjes gerapporteerd worden, zodat we kunnen handelen. Er kan pas een onderzoek beginnen als er officieel een klacht wordt ingediend. Ja, de minister praat over een officiële klacht. Wie zou die officiële klacht moeten doen? Niet de media, niet de journalist. Die moeder zou dat doen. En het blijkt dat die moeder niet op de hoogte is tot welke instantie ze zich zou moeten wenden. Of waar ze haar beklacht zou kunnen doen. En dat is niet aan de media of aan de journalist gelegen om de burgers dat bij te brengen. Het geeft aan dat de informatievoorziening naar de burgers toe te wensen overlaat. Als burgers niet eens weten waar ze naartoe kunnen met hun beklacht. Zoals deze moeder in het ongewisse is gelaten door de autoriteiten. Die moeder wist niet waar ze naartoe gaan. En uit ternauwernood is ze zich toen gewend tot de media. Ik dacht dat het standaard praktisch is dat in geval van twijfel dat er abductie gelast wordt, een autopsie komt, zodat je de fysieke status van slachtoffer kan peilen. Dat is eigenlijk ook precies de reden waarom je iets moet rapporteren.
Want ik kan niet thuis bij u komen en zeggen van omdat ik op social media iets heb gezien, ga ik nu oproep doen om abductie te laten verrichten in opdracht van het OM of wat. U moet een rapportage doen en op basis van dat onderzoek, het feitenonderzoek, de omstandigheden rondom het gebeuren, kan besloten worden inderdaad door de autoriteiten of op gelasten van het OM om een abductie te doen. Dus vandaar dat is het eerste stap wat u moet doen. Met u ontevreden, stapt u gelijk met een rapportage naar de desbetreffende. En als de autoriteiten het niet oppakken, dan mag je natuurlijk kritiek leveren. Ondertussen heeft de minister aangegeven welke wegen er bewandeld kunnen worden. In dit geval heeft die mevrouw ondertussen zelf stappen ondernomen? Tot zover ik weet niet. Wat ze me wel vandaag heeft gezegd via een voicebericht, dat ze naar de politie is geweest om de politie of om zich te verstaan met de inspecteur, zodat de inspecteur ook de informatie heeft dat er een kindje is komen te overlijden op vorige week of 2 weken of 1,5 week geleden. Hoe kijk je verder hierna? Ja, hoe zal ik het zeggen? In zijn algemeenheid vind ik dat, hoe zal ik het zeggen? Ik ben nu onderdeel geworden van iets die ik als nieuws heb gebracht. En dat mag het niet zijn. Als journalist kan je niet onderdeel zijn van je eigen nieuws die je hebt gebracht. Dus ja, en dat de minister een vingerwijzing doet, plaats dat de minister zich keert naar zijn instituten, naar zijn instanties, keert de minister zich tegen mij als journalist die... hoe zal ik het zeggen? Ik heb mijn probleem kenbaar gemaakt. Er is een moeder die met een probleem zat of een moeder die pijn had. Ze wist niet waar ze zich kon uitspreken. En ze heeft zich toen gewend tot de media. En de minister moet begrijpen, iedereen rond de overheid moet begrijpen dat mensen wenden of mensen stappen naar de media wanneer ze onvoldoende gehoord worden door instanties die dat zouden moeten doen. Zo ook deze moeder. Nadat dat kindje is komen te overlijden, is die mevrouw naar de spoedeisende hulp geweest. De arts, volgens de moeder, ik was niet daar, de moeder zegt dat de dienstdoende arts heeft vastgesteld dat kindje al enkele uren was overleden, dus er was al lijkstijfheid opgetreden. Dat zegt die moeder dat ze heeft vernomen van de spoedeisende hulp. En die moeder is de volgende dag ook naar de RGD-poli gegaan, waar dat kindje is gevaccineerd. En in deze gaat het om RGD Latour. Die moeder heeft zich gewend tot die poli. Ze heeft daar aangegeven van, mijn kindje is gevaccineerd en is enkele uren daarna komen te overlijden. Ze hebben niets gedaan met die informatie. Die informatie zou het ministerie van Volksgezondheid via die RGD-poli moeten krijgen. En niet via een journalist of via de media. Dus dat geeft aan dat... hoe zal ik het zeggen? Die instanties werken niet. Ze verzaken hun plicht.